33 panelleden hebben dit jaar hun stem uitgebracht op de logistieke hotspots van Nederland. Er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. En dit jaar is de winnaar voor de tweede keer regio Tilburg-Waalwijk. Coronatijd, we moeten rekening houden met de omstandigheden. Dus we hebben de taart bij ons. Die zetten we hier neer. En om over de overwinning te spreken, ben ik hier met Berend de Vries, wethouder Economische Zaken van de gemeente Tilburg. En Sandra Smits, directielid van Kievits Drunen. Meneer de Vries, wederom een prolongatie van de winnen van de logistieke hotspot van de jaarverkiezing. We zitten een beetje natuurlijk in een bijzondere situatie met de hele coronacrisis. Voordat ik u vraag stel, wat is uw eerste reactie op deze overwinning, of in ieder geval de prolongatie? Nou, dat is heel bijzonder. Ik heb begrepen dat het in de geschiedenis van deze prijs eigenlijk nog nooit voorgekomen is. Dat je in successie nu deze mooie prijs krijgt. Dus we zijn namens alle ondernemers en de overheden die hier de afgelopen jaren hun stinkende best voor hebben gedaan, heel erg trots dat we deze eer opnieuw behaald hebben. Er is veel te doen over de verdozing. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe vinden jullie de verhouding van ondernemingsdrift, logistiek wil uitbreiden en natuurlijk het verhaal van de maatschappij die tegen die verdozing is? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is een heel relevant debat, want ik denk dat het uiteindelijk ook de kracht van de sector op de langere termijn moet borgen. Wat wij doen met onze omgeving en een nieuw bedrijventerrein wat we nu aan het uitrollen zijn, is zorgen dat we eigenlijk de kritiek die er nu is op deze beweging, dat we die eigenlijk tot ons nemen. En eigenlijk een state-of-the-art logistiek centrum nu uit de grond willen gaan stampen. Waar we alle adviezen die gegeven zijn de afgelopen periode ook willen gaan implementeren. Nou is het natuurlijk heel lastig, hè? Laten we zeggen voor de corona was het heel lastig om personeel te vinden voor deze regio. Desalniettemin is waardering voor de inzet en de motivatie van het personeel wat hier in de regio is. Dat is ook hoge waardering voor vanuit de experts. Wat gaan jullie doen? Je hebt natuurlijk best wel veel arbeidsmigranten hier in Waalwijk waar we nu staan. Tilburg kent natuurlijk ook diezelfde problematiek. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie die mensen vast kunnen houden en dat jullie ook goede arbeidsomstandigheden kunnen creëren en huisvesting? Nee, ik denk dat vooral dat laatste echt cruciaal is. Hier in Waalwijk zijn al hele mooie voorbeelden gerealiseerd. En in Tilburg gaan we de komende periode ook een aantal grotere clusters van arbeidsmigranten huisvesting realiseren. We hebben met elkaar in de regio ook een doel bepaald. Een aantal duizenden plekken die we willen gaan realiseren. Om te zorgen dat die extra arbeidskrachten die we in onze regio nodig hebben op een goede manier gehuisvest worden. Eén, om te zorgen dat het geen overlast oplevert voor de bestaande omgeving. Daarmee ook het draagvlak borgen. En twee, ook gewoon zorgen dat mensen ook graag in onze regio aan het werk willen. Omdat hier de faciliteiten op orde zijn, dat ze netjes zijn, dat ze veilig zijn. Zeker in deze periode. Ja, dat zijn allemaal belangen waar we rekening mee willen houden. En waar we dus ook met elkaar invulling aan geven. Nou zitten we in een crisisperiode. Corona is de pandemie. Wat voor de logistieke bedrijvigheid hier is, wat kunnen jullie als hotspot nummer 1 voor die ondernemers betekenen op dit moment? Nou ja, we spreken geregeld met vertegenwoordigers uit alle sectoren over wat er op dit moment knel zit. Is er vanuit de sector zelf al het initiatief genomen om bijvoorbeeld personeel en middelen uit te wisselen. Er zijn partijen die relatief het nu waar veel te doen is en er zijn partijen waar het minder te doen is. Ja, dat wordt al door de sector zelf overlegd en we hebben zelf een platform opgericht in onze regio om ook die uitwisseling van mensen en middelen mogelijk te maken. Wij zijn enorm blij dat we voor de tweede keer deze prijs in ontvangst mogen nemen. Maar redeneer nu eens vanuit ondernemersperspectief. Hè? Wat kun je daar het belang? Want jij bent natuurlijk voorzitter van de stuurgroep. Misschien kun je even uitleggen van wat dit voor ondernemers betekent en hoe belangrijk dit is. Wij als ondernemers zijn een van de drie O's die in deze Midpoint Brabant Smart Logistics samenwerking zitten. Het is een triple helix samenwerking. En alle drie de O's zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. En we hebben heel bewust gekozen om de O van ondernemers de voorzitter te laten zijn. Omdat we op die manier goede sturing kunnen geven aan de programmering binnen deze samenwerking. En je ziet dat alle drie de O's hebben logistiek hoog in het vaandel. Maar wij en we vinden het belangrijk dat vanuit de drie pijlers die wij het meest belangrijk vinden op logistiek vlak. En dat is de duurzaamheid,
innovatie en arbeidsmarktontwikkeling. En dat we alle programma's samenstellen aan de hand van die drie pijlers. En dat we ook gezamenlijk de keuze maken in de prioritering daarvan. Twee keer op rij de logistieke hotspot van het jaar verkiezingen. Dat was wel eens anders bij Tilburg. Altijd een beetje hangen tussen tweede en de derde positie. Derde keer, hoe gaan jullie prologeren? Wat moet je doen? Wat wij in onze strategie hebben, is dat we voor de komende jaren voorop willen lopen. Echt koploper willen blijven. We zijn het nu, dat wordt nu ook zo gewaardeerd. Maar we willen koploper blijven op het gebied van duurzame en slimme logistiek. Wat ik net al zei, arbeidsmarktontwikkeling op het gebied van innovatie en op het gebied van duurzaamheid. En daar ontwikkelen we diverse programma's voor om dat uit te rollen. En dan denk ik dat wij volgend jaar die prijs vanzelf weer in onze zak krijgen.